Op onze nieuwe locatie hebben we receptiewerkzaamheden, keukenwerkzaamheden, productie, creatief in opdracht, vrije creatief, prikploeg en in de toekomst fietsenwerkplaats en hout. De keuken is een echte leerwerkplek. De woord samenwerken eigenlijk vraagt altijd teamwork. Je gaat samen met een cliënt zitten, wat is nou je doel waarvoor je hier komt? Dat ga je samen met de cliënt bespreken. En als je dat gedaan hebt, ga je samen kijken. En ook door het observeren, door het praten met elkaar. Van, kan ik aan die doelen voldoen? Moet ik ze ondertussen bijstellen? En daar ben je wel heel erg mee bezig. Niet zozeer met gesprekken, met individuele gesprekken. Maar heel erg kijken op de groep. En dat is heel erg leuk. Het is heel erg leuk om mensen te zien groeien. De verslaving zorg heeft veelzijdige problemen met cliënten. Het is niet alleen één probleem dat ze zeggen, oké, het is het probleem, laten we deze aanpakken. Nee, als één probleem heeft zoveel zijdekanten, vraagt samenwerking met andere organisaties. Nu zou je kunnen zeggen dat het verder gaat, in de zin dat die samenwerking ook uitgebreid wordt naar iets wat we dan de sluitende aanpak noemen. Waarbij cliënten niet meer tussen instanties, tussen processen die tussen instanties zijn vormgegeven, waar het gaat om het helpen van cliënten, dat die uit de boot vallen. Dus dat bij de overgang van de ene aanpak naar de andere, waar je zou kunnen spreken van twee specialisten, dat er een gat ontstaat waar cliënten in verdwijnen. En bij de cliënten waar wij mee te maken hebben, mensen met een psychiatrisch achtergrond of een verslavingsachtergrond of een combinatie daarvan, is die kans natuurlijk groot. Die kans is groot dat het mis kan gaan. En nu zijn we bezig, ben ik bezig op dit moment met, samen met de GGD, met het RIBW, met de gemeente Zaandam, om binnen ook een nieuwe subsidie die daarvoor is ontworpen, om die sluitende aanpak verder vorm te geven.